We zijn aan het verdrinken. We gaan prio 1 ter plaatse. Boot 1 of zo, we gaan kijken naar je persoon verdrinkt. Ja, daar komen wij voor. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Elder Speed for More. En vandaag weer eens met de reddingsbrigade, want dat is al heel lang geleden. Ja, dat was hem eigenlijk. Het wordt mooi weer vandaag denk ik. Vroeg nog in de ochtend. Voor de mensen die al vroeg een plekje willen hebben op het strand, zoals die boy daar zo. Kunnen we dus alvast hier daarvoor hun... Wauw. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. We staan in ieder geval al voor de mensen klaar. Vandaag in de auto. Reddingsbrigade is bevoegd om met blauw te rijden. En oranje. En dan staat dat witte ding. Dat is gewoon zoeklicht of zo. Het staat continu aan. Ik weet niet hoe het uitgaat. Dan heb je die nog. Ja. Goed verhaal. Lekker kort ook. Goed. Ja, wat kunnen we nog allemaal? Hoe ging het ook alweer? Oh ja, alles achter. Hey, zo'n deeltrekker. Alles achterin. Laat maar zitten. We have a civilian requiring assistance in the water. In the water. All units respond. Code 99 emergency. Roger, we're heading over now. Roger that. So we're going to sink. We're going to prio 1 ter plaatse. Oké, hier recht tegenover mij zou iemand zijn aan het verdrinken. We gaan één keer even een dat ding spawnen. Zijn het de Sea Sharks? Sea Shark 2, ja, dit is. Hier zo. Gevonden. Hij is een kopje onder. Ik gooi hem gewoon naar hem. Hallo? Heb ik iemand? Ja, ik heb hem! Volle snelheid pik. Mij komen jong. Poef. Even vallen. Goed zo. Oké. Ik heb deze mod al zo lang niet meer gespeeld. Ik weet even niet meer hoe het moet. Pils. Ik zal hem even meenemen. Oké. De pillen kan ik gebruiken. Dus een reanimatie. Na verdrinking. Ja, ik heb priootje 1 en ambi TP. Trouwens ingesteld. Nee, ik moet even lichter worden. Het lijkt wel of het niet lichter wordt. Hoe ging dit ook alweer? Drie, vier, ik kan niet sneller. 5, 6, we gaan eens beademen. Eén. Twee. Vijf,
6, 7, 8, 9, 10, 11. Waar blijft die ambu? Se acabó. They're gone, bro. Ah, hij is dood. Oké. Hij lijkt zo te plaatsen, kijk eens hier al komt. A medical aid en route is responding code 2. 2, a civilian fatality on Red Desert Avenue. Oké, die leggen we hier neer. Dan gaan we terug naar onze auto. Dan pakken we de auto, zetten we hem bij de post en dan rennen we dan weer terug om de waterscooter, of hoe heet dat ding, jetski. Ja, daar komen ze nu. Om die daar weer neer te pleuren bij onze post. Bij onze post. Jullie hebben een deukje, maar dat maakt niks uit, hij is dood. Doei. Roger that. Thanks. Is hij nou weg? Iemand heeft wel een jetski gestolen. Attention all units, citizens report, an injured civilian up the southern coast. Code 99, all units respond. Acknowledged. On our way. Roger that. Ja, een persoon voelt zich niet goed. Dan kijk je naar hem. Zo. Ja, te plaatsen. Ik mis een roepnummer. Apeldoorn. Dat is geen strand. Is dat nog een onzin? Reddingsbrigade Apeldoorn. Ik zie het nu pas. Hallo. Oh, die leeft niet meer. Ja, moeten we nou, hè? Ja, meer dan een reanimatie en iemand uit het water halen om hem vervolgens te reanimeren. Is het niet bij de reddingsbrigade? Ik heb het al lang niet meer gedaan, echt al bijna een jaar misschien. Maar dat komt, dat heb ik ook gezegd, van kijk, is het december, dan ga ik niet... ik moet reanimeren trouwens. Dan ga ik niet reddingsbrigade, want dan is het ook koud. Dus is het juli, dan wordt het weer lekker warm, gaan we weer reddingsbrigade. Dus ja... Tegen september, oktober, noem maar op, dan zal de reddingsbrigade weer wat minder zijn of nauwelijks. En misschien zeggen jullie ook, ik hoef geen reddingsbrigade meer te zien. En er is natuurlijk al Los Santos Rescue Division, nee, ja toch, Los Santos Rescue Division. 1.0 is al uit. Alleen die, ja, ik weet niet wat dat is. Ik vind het zo moeilijk om die te downloaden en ik weet dat je daarbij alleen nog maar brandweer hebt. Dat ik nog niet voor elkaar heb om het te kunnen downloaden. Dus het is een of andere early access en dan moet je downloaden of naar de downloadpagina van early access. En dan staat er klik hier om te spelen en dan verbindt hij je door naar een site waar je weer
Ja, ik snap er echt helemaal niks van. En dan, ja, dan ga je naar de site en dan zeggen ze eigenlijk weer, ja, je moet hier klikken en dan ga je weer naar die ene webpagina waar je eerst moest klikken om weer vervolgens naar die andere te gaan. Dus je blijft eigenlijk van de ene naar de andere pagina. Melding afgerond. Hij is overleden, het wordt alles geregeld. Mijn vrouw regelt het wel, ik rijd daar vandoor. Er komen al mensen op het strand. Collegaatje op de jetski. Wat ik wel niet snap trouwens, hè? Altijd als hun komen dan met twee poppetjes aan in die ambu en als ik het wil doen dan stapt de bodyguard en zo niet bij me in. All available Coast Guard units. We've got a civilian in need of assistance in the water off the south. In de water. Het woord druk persoon is aan het verdrinken. Roger that. Nope. Trouwens een jetski hier. Waarmee ik al in de water kan gaan. Ik denk het niet. Anders doen we deze melding nog. En dan switch ik even over naar deze jetski hier. Nee, wat ik wilde doen. Het is niet... Ligt daar ook nog een jetski? Daar ligt ook nog een jetski. Dan ben ik iets dichterbij dan. Hond, let op. Wat ik dan doe, is dan switch ik naar waterdienst of zoiets. Ik weet niet precies hoe het heet. Hoi, ja als jij het niet doet, doe ik het maar. Hè. Dat is, dan kun je... Dan heb je al je jetski. Dan ligt hij altijd klaar voor je en dan heb je ook echt meer melding op het water. Dus misschien dat we die nog even kunnen aannemen. Ah, ze is nog steeds aan het... Kom hier. Hier, hier, hier. Zo, nu ben je toch wel op land. Alsjeblieft. 5 euro. Fijne dag verder. En jouw jetski. Oh, hij is al weg. Goed. Ik zie je al zo meteen. Dan doe ik even mijn vest aan. 10-4, copy that. Thanks. En dan, ja, dan moet ik even de mod voor opnieuw opstarten. Dus ik zie jullie zo meteen als ik weer terug op de pols ben en mijn jetski heb. En daar zijn we weer. En niet zomaar wat ik zou gaan doen met de jetski. Pak eens de boot. Ik zag net pas dat er ook een boot was. Die is dan wel niet geskind naar reddingsbrigade. Maar ja. Die bestond ook. Ik weet niet of ik hier ook spullen uit kan pakken. Ah ja, wacht. Open vehicle menu. Ergens. Ja. Ja, je kunt het ook gewoon alles pakken, dat ding. Bla bla bla. Oké. Okay. We gaan een rondje varen. Het mooie water. En maar alleen geen geluid. Wat een stilte joh. Je hoort helemaal niks. Z
So. Boom. All units. Ja, hier hebben we iets aan. Medical aid requested. Up the southern coast. All units respond. Code 99 emergency. Now ask me if I care. Dan zijn we met de boot, moeten we het land op. En die boeien zijn ook irritant, ik weet niet. Of hier ergens een... Oh, dit is natuurlijk gemaakt voor zo'n race. Ah ja, dus hier moet je tussendoor. En dan moet je hierdoor. Dan moet je hier overheen. In het kader van realisme doen we dat niet. Dan moet je hierdoor en dan hier naar rechts. Dit is gewoon natuurlijk zijn jetski race. Dus hier weer de jump nemen, even er langs. Hierdoor, scherp bochtje, haal ik niet. Hierdoor, ook remmen. Hierdoor, weer een jump, ik vind hem goed. Maar eens kijken of haaien, oh hier zijn mensen. Kijken of we haaien zien. Dan weten we dat we het strand een beetje moeten kleren. In Nederland zijn geen haaien. Ja, vast wel. Er zijn vast wel haaien hoor. Maar hele kleintjes. Er zijn ook kleine haaien. Ik denk dat mensen allemaal denken bij haaien zijn het grote dingen van weet ik veel hoeveel meter lang die je opeten. Maar dat zijn allemaal dingen uit films. Dat zie je meteen opeten en zo. En dit gebeurt als één keer in het jaar dat iemand wordt gebeten. Mensen allemaal een angst voor haaien. Maar dat valt wel mee op zich hoor. De golven zijn wel flink. Jongen, je hebt daarna echt rugpijn van als je deze klappen in het echt maar moet je, kijken hoe zijn lichaam ook soms bij de klap even naar achter vliegt. Hoppa! Weer nekletsel. We kijken natuurlijk... Wow, hoger dan de vogels. Ik kijk natuurlijk ook of hier mensen zwemmen. Is weer leuk, hebben ze hier nog een vliegtuig. Attention all units, citizens report. An injured civilian up the southern coast. All units respond. Code 99 emergency. Nee, we zijn met de boot, niet op het land. Geef dan meldingen voor de boot, ja. Now ask me if I care. Inderdaad. Dus gaan zwemmen. Kijken of we een haai zien. Dan moet ik wel met mijn boot meegaan, anders ben ik die dadelijk kwijt. Oh god, we moeten weer naar boven. Even ademhalen. Geen haai te zien. Al visjes. Onder mij ook niks. Oh, ik vind de zee zo eng in het echt, hè. Altijd bang dat ik niet weet wat onder me zwemt. Any available Coast Guard unit? We've got a civilian requiring assistance in the water. In de water. Units respond. Code 99 emergency. Ja, boot 1 of zo, we gaan kijken naar je persoon verdrinkt. Ja, daar komen wij voor. Dus daar zijn wij voor. Eens kijken of ze ook in de boot kunnen krijgen.
sleuren ze weer erom met zo'n boeiding naar het strand moeten gaan brengen. Sneller gaat er wel een beetje uit, hier kunnen mensen zwemmen. Persoon aangetroffen. Kom maar mee, vrouw. Oh, daar zwemt iemand. Kom hier. Ping. Alsjeblieft. Nee, je zwemt toch niet meer. Je bent op het land. Ja? Ciao, ciao. Was gezellig. Tot de volgende. Meldkamer in persona. Gered. Mooi water, dat wel. Hadden we dan maar in Nederland. Een Amerikaans schip ligt voor onze kust. Attention all units. Citizens report. An injured civilian off the southern coast. All units respond. Code 99 emergency. Zou wederom iemand onwel zijn, is ook warm. Omdat wij met de boot zijn en snel te plaatsen kunnen komen. Kijk maar eens welke snelheid we hebben. Als je schuin gaat, kun je, of als je zo horizontaal gaat, kun je echt snel gaan. Heb je niet zo'n last van de golven. Ja, dan zijn we er toch sneller dan de auto. De auto mag officieel, ja, let niet op mijn rijstijl dan, maar op het strand helemaal niet hard rijden. Als je met spoed rijdt, ja, denk je, of als je ze met spoed ziet rijden, denk je echt van ja, what the fuck doen jullie? Jullie rijden echt vet langzaam. En dit is toch nog net bij, oh mensen, net bij het water. Oh, nailed it. Hallo, te plaatsen. Ja, meldkamer. Start rijden, ja, graag ambitje te plaatsen. Wow, heb je het warm of koud of zo? Man, man, man. Oh. Gekke gast heeft gewoon even zijn kleding aan alsof hij naar de Noordpool gaat. Oké, start reanimatie. 1 en 2. Is dit Mario? Ah oh, nee. 3 en 4 en 5 en 6 en 7 en 8 en 9 en 10 en beademen. En beademen. En 1 en 2 en 3 4 5 6 7 8 9 en hij is dood. Jee. Wat zijn we goed vandaag. Ligt aan ons ritme. We moeten, het is echt gewoon 1, 2, 3, 4. Maar ja, dat kan niet. 10-4, copy that. Thanks, friend. En die boot maar weer eens terug in de water proberen te krijgen. Attention all units. Citizens report. Medical aid requested off the southern coast. Code 99. All units respond. Ja, de lul. Hey, een lifeliner. Now ask me if I care. Ja. Maat, kom even helpen duwen dan. Wacht eens even. Ah jammer, ik dacht dat ik daar een John Deere trekker zag staan. Ben je John Deere trekker gezien? Nee.
Oh, daar staan auto van ons. Die even gebruiken om de boot weer terug in de water te krijgen. En dan gaan we langzaam richting post. Tenzij we nu een melding krijgen van iemand die is aan het verdrinken. Zo niet, dan gaan we terug naar de post. Dus normaal, man. Oeh, dat ziet er lekker krassig uit. Of dat klinkt lekker krassig. Oké, in de water. Goeie handel. Nou, weet je wat we doen, mensen? Ik ga hier het beëindigen. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een heel toffe video vonden. Laat het weten in de reacties. Blauw duimpje omhoog zou zeer, zeer gewaardeerd worden. En dan zie ik jullie over 2 dagen bij een nieuwe video, zoals altijd. En dat gaat zijn, ik heb geen idee. Dus jullie zien het dan wel. Doei!